Hey, ik ben Demi, senior verpleegkundige op het Neurocentrum van Amsterdam UMC. Een unieke afdeling gevestigd op 2 locaties. Als verpleegkundige verzorg je dagelijks patiënten met een neuro-oncologische aandoening, maar ook patiënten met epilepsie, Alzheimer en MS. Als patiënten thuis of op de afdeling verslechteren, verlenen we acute zorg op de Brain Care Unit en houden we de patiënt continu in de gaten. Daarnaast werken we nauw samen met de klinische neurofysiologie op de Epilepsie Monitoring Unit, waar geregeld patiënten met epilepsie worden geobserveerd. Als verpleegkundige is geen dienst hetzelfde. Het ene moment sta je in een acute situatie waarbij je direct moet handelen, en het andere moment geef je klinische lessen aan studenten of begeleid je nieuwe collega's. Daarnaast werken we intensief samen met verschillende disciplines, waaronder de fysiotherapeut, ergotherapeut en psychiater. Ik ben Sohela, verpleegkundige bij het Neurocentrum. Hier zien we patiënten met neurotrauma's die bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp zijn gestabiliseerd en daarna bij ons op de Brain Care Unit 24/7 worden gemonitord. Geplande operaties en patiënten met onbegrepen neurologische problematiek worden ook hier behandeld. Om de zorgzwaarte voor de verpleegkundige te verlichten, zijn er bijvoorbeeld zorgondersteuners die taken van de verpleegkundige uit handen nemen of hierbij ondersteunen. Neuropatiënten worden vaak onverwachts opgenomen, waardoor hun wereld op zijn kop staat. Als verpleegkundige ben je de stem van de patiënt omdat zij soms niet meer in staat zijn om de regie in eigen handen te nemen. Het Neurocentrum biedt naast een uitdagende patiëntencategorie ook veel doorgroeimogelijkheden. Zo kan je de neurocare specialisatie en de IAT-opleiding doen. Ben jij geïnteresseerd en wil je meer weten? Kom dan een dagje met ons meelopen of solliciteer.